Ik zou zeggen, niet al te gevoelig zijn daar in de Oekraïne. In de Oekraïne. Wat doet het ertoe? Kom op. Wat een lulkoek ook weer. Het verlossen, awesome. Kunt u mij horen? Nou, het is nu zo goed als een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. Heel veel terugblikken op dit moment in verschillende media. En wij hebben een paar weken geleden al een podcast gemaakt over één jaar oorlog in Oekraïne. En die wil ik bij deze nogmaals onder de aandacht brengen, want hij is super actueel. Wil je hem luisteren? Scroll eventjes naar beneden naar de show notes. Daar hebben we de link gezet en dan kun je hem terugluisteren. En we gaan het er ook over één jaar oorlog in Oekraïne dinsdag nog een keer over hebben. Want dan is de live podcast in Utrecht. Kun je nog wat kaarten voor kopen, mocht je dat willen. Ook die link staat in de show notes. In deze aflevering hebben wij het over het boek van Sander Schimmelpennink voor meer kansengelijkheid. We gaan het hebben over boetes. We gaan het hebben over de opvolging van Mark Rutte. Balkenende komt ook nog eventjes voorbij. En ja, we hebben het over de verkiezingskoorts die, nou, een klein beetje aanwezig is. Hier en daar wat meer spotjes. En ook vragen in onze mailbox, want mensen willen weten, ja Maarten, waarom zou ik gaan stemmen voor bijvoorbeeld het waterschap? Wat heb ik daaraan? Dat weet ik ook niet. Want je bent niet voor de waterschappen de lijstduwer, hè? Jawel, bij de waterschappen. Oh, oké. Okay. Maar omdat ik het waterschapsprobleem interessant en belangrijk vond, dacht ik, dat wil ik dan nog wel doen. Ja. Wat overigens, laat ik het ook nog eens een keer uitleggen. Het schijnt voor iedereen vrijwel onmogelijk te zijn om te begrijpen dat je bij verschillende gelegenheden in principe in Nederland een verschillende stem kan uitbrengen op grond van andere strategische of tactische overwegingen. Ja, dat komt door het hokjesdenken, vermoed ik. Ze hebben natuurlijk. Kijk, de kans dat ik ChristenUnie ga stemmen is niet groot, hoewel ik zelfs wel eens overwogen heb. Fatsoenlijke partij. Hè? Die Carola Schouten, die heeft mijn hart gestolen. Die Segers was ook een door en door fatsoenlijke man. Ik hoop ook meneer Rutte, dan kan die meneer even schakelen. Dan moet ik iets over kan Rutte in een andere podcast toe. Ja. Meneer Rutte, dat neem eens een voorbeeld aan die Segers. Het is toch een bescheiden vorm van politiek bedrijven die volgens mij door vele Nederlanders enorm op prijs gesteld wordt. Iets minder lawaai en iets meer gewetensvol. Dus ja, je hebt bij verschillende gelegenheden heb je verschillende overwegingen. Dat we zeggen, vroeger stemde ik min of meer automatisch op de Partij van de Arbeid. Maar ja, die heeft mijn vertrouwen althans op het nationale niveau zodanig geschonden dat mijn leeftijd niet meer goed komt. Maar dan toch, waarom zou je op de waterschappen kiezen? Dat vraagt eigenlijk, waarom zou ik daarvoor moeten stemmen? Nou, waarom die daarvoor zou moeten stemmen? Ja, wat heb je daaraan? Omdat het water, nou, wat je eraan hebt, dat kan ik niet. Hoe precies die verschillende effecten zijn als je op verschillende lijsten van de waterschappen stemt, dat moet je mij niet vragen. Maar het waterprobleem in bredere zin zal een van de grote problemen zijn van de Nederlandse samenleving in de komende 75 jaar of langer. Ja. Dus ja, het is een cruciaal probleem. Waar we ook weer moeten oppassen dat we niet gevangen raken in opnieuw al die agrarische belangen die niet in alle opzichten nationale belangen zijn. Er is vaak een verschil tussen agrarische belangen en nationale belangen. Dat wil niet zeggen dat die agrarische belangen ook niet hun betekenis hebben, natuurlijk wel. Maar dat moet wel misschien anders afgewogen worden. Maar ik snap deze vragen stellen wel dat je als je die lijst ook van de waterschappen ziet, dat je denkt, ja, wat moet ik hier nou op stemmen? Dan moet je echt vooraf al je gaan verdiepen in wie zijn dit allemaal. Zo is het, ja. Dat doet natuurlijk niemand. Nou, ik heb nog een hele map boven liggen. Ja, maar jij bent boven gemiddeld geïnteresseerd. Het gemiddelde Nederlander, die gaat niet kijken, die denkt, dat kruis wel wat aan. Nee, dan zou ik zeggen, stem je niet, toch? Ben je ook sneller buiten, volgens mij. Ja. Want het viel mij wel op dat sinds we moeten stemmen voor die waterschappen, dat we vroeger hier nooit te wachten hier in stemlokaal. En de laatste keer, nou ja, wachten. Daar heb ik 4 minuten gewacht. Hallo, Nederland heeft geen draagplicht voor de idee. Ja, dat heb ik gezien, ja. We hebben een toonplicht. Ja, wat goed. Dus briefschrijver zelf ziet al wel dat dit wel een beetje mierenneukerij eerste klas is natuurlijk. Ja, als je een toonplicht hebt in de publieke ruimte, voegt hij er nog aan toe, dan heb je natuurlijk ook in feite een draagplicht, toch? Ja. Een klein verschil met betrekking tot de gevoeligheden rond 1940, 1945 heeft volgens mij, zegt die D66 hiervoor, geijverd. Ja, maar het feit is dat je gewoon aangehouden wordt en dat je moet kunnen identificeren. Anders krijg je een boete, ja. Ja.
Ik heb, dat weet je toch hierbij, dat ik met de fiets werd bekeurd in het park. En dat die zeiden van, kunt u zich identificeren? Ja. En toen zei ik dat ik daar tegen was en dat ik dat hele beleid ter zake, dat ik dat betreurenswaardig vond. En dat ik dat dus niet ging doen. Maar op de andere agent weer zei, joh, doe niet moeilijk, het is voor Rossum. Oh, dat zei die? Ja, ja, dat zei de andere agent. Ze waren met z'n tweeën. Ze moesten namelijk hun, hoe heet het? Ja, flauw dat ik het zeg, maar ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Ze moesten hun bekeuringen max even halen. Bestaat dat? Ja, dan gaan ze daar staan en dan bekeuren ze wat je kunt daar. Als je mensen bekeurt wegens afwezigheid van voorverlichting of achterverlichting, kun je daar gewoon 100 mensen binnen 2,5 uur opschrijven. Wie bepaalt dan de bekeuringen, Max? Gods, ik heb geen idee. Iemand bij de politie op een kantoortje? Ik heb geen idee. Die zegt, nou, vandaag hebben we zoveel bekeuringen nodig. Het zou kunnen. Als een soort van verdienmodel. Er zijn twee mogelijkheden. Of je bekeurt altijd op die plek. Maar als je daar natuurlijk willekeurig één keer per jaar of twee keer per jaar gaat staan, vind ik dat een beetje onzin. Ja. Maar dit klinkt een beetje als zijnde van, zo, we hebben weer een gat in de begroting, laten we wel wat meer... Laten we wat meer foto's. Nou ja, wat was het? Het was geloof ik 38 euro of zo, toen een fors bedrag. Ja, maar dat zie je toch vaker wel? Ik had geen achterlichtje. En heb je boete gekregen? Zeker, sterker nog, ik heb het al verteld. Dat na een meter of 50, 60 dacht ik zo, ik ben zo ver weg, ze kunnen me niet meer zien. Ik ging weer gewoon op de fiets zitten. Ik had mijn vrouw beloofd op tijd thuis te zijn. Ik denk, ik haal het nog net. Zit, dan kwam die agent achter me aan. Heeft hij me voor de tweede keer bekeurd. Nou, bij elkaar dus 76 euro of zo. En toen ben je wel verder gaan lopen. Ja, dat ga ik nou niet onthullen natuurlijk. Dat ik tenslotte weer gewoon op de fiets ben aan zitten. Ja, wat een flauwekul. Dat doen ze bij flitsers toch ook wel eens op de snelweg. Dat je denkt, ah, daar staat een flitser. En dan denk je met, zo, nou, die hebben we gehad. En dan geven ze gas en dan staat er nog eentje. Ah, nou ja, dat komt ook wel eens tegen. Kan wel begrijpelijk, ja. Bij die flitsers moet ik onvermijdelijkerwijs denken aan, volgens mij was dat Peter R. de Vries. Die had gekeken wat die flitsers deden als ze klaar waren met flitsen en naar huis reden. Veel en veel te hard rijden, dat vond ik wel amusant, ja. En er is ook een filmpje van Rutger Kastrikum, die zoekt dan zo'n man op in zo'n wat is vaak zo'n Volkswagenbus, hè? Zo'n grijze Volkswagenbus met geblindeerde ramen. En die was eens gaan kijken, wat doet die man nou eigenlijk de hele tijd? Want ja, je zet dat kastje neer en voor de rest ga je daar zitten. Dus die zat daar koffie te drinken, hè? En die zat in dat hokje. Voor de rest deed hij niet heel veel. Nee, dat denk ik ook. Het zou wel geautomatiseerd zijn en gedigitaliseerd enzovoort enzovoort. Ja. We hebben het er ook over gehad. Nederlandse boetes die liggen op, als je het in Europees verband ziet, heel hoog. Ja, Duitsland is goedkoper. Dat ze relatief twee keer zo hoog zijn als in de rest van Europa. Ja, ja. In Duitsland krijg je nog een mooie foto waar je dan ook van voren op staat, zo, hè? Nou, in Frankrijk krijg je een hele map met gegevens toegestuurd als je bekeurd bent. Dat was maar 28 euro, dus ik dacht nog, nou, dit gaat meer kosten dan het opbrengt. En ze moeten volgens mij ook officieel, volgens mij is dat juridisch iets, moeten ze dus de manier van aanschrijven moet in de taal zijn van het land waar jij woont. Zeker, dat is allemaal heel klunzig Nederlands vertaald. Ja, precies. Dat ik ergens bij Lyon 3 kilometer te hard had gereden, want daar ging het om. Ik had geen 160 gereden of zo, maar ja, het was daar 100 en ik had 105 gereden. Ja. Zoiets was het. Maar wel interessant om misschien van een agent te horen die luistert, hoe zit dat nou met die tax? En misschien ook wel iemand die bij de flitsdienst werkt. Hebben ze daar ook een tax? Dat ze denken, zo, we moeten weer even flink wat flitsen. Ik denk het niet. Hoe dat beleid bepaald wordt, ik heb geen flauw idee. Maar vind jij flitsers goed? Dat die er staan? Ja, al is mijn indruk dat de trajectcontrole veel effectiever is. Heb ik al eens eerder verteld, toch, dat ik dan op de A2? S'ochtends licht verward richting de slimste mensen. Dus dan ben ik ook forens. En dan rijd ik daar op die A28. 27. Nee, sorry, 27. En dan word je daar s'ochtends om 11:30 gepasseerd door mensen die 200 rijden of zo. Ja. En ze hebben mij ook verteld dat de A27, daar is eigenlijk weinig of geen controle. Dus kennelijk weten mensen dat ook. En ik vind de 200 rijders, ofwel, het lijkt natuurlijk vaak erger dan het is, maar ik vind ook de 140 of 150 rijders, ik vind wel dat die erop moeten worden geattendeerd dat dat niet mag. Ik zag daar die Gené van VI een keer rijden en die reed ook op de rechterreis ook heel langzaam en die zat de hele tijd op zijn telefoon.
Ja, je weet dat dat ook niet mag natuurlijk. En heel terecht naar mijn idee, omdat dat je sterk wordt afgeleid. Zelfs dat handsfree bellen, dat moet je ook niet doen. Want iedereen weet dat je dan toch op dat gesprek geconcentreerd raakt. Dus je moet gewoon in de auto niet bellen. Nee. Oh, vrij simpel, toch rustig. Maar dan heb je ook even een tijdje rust. Ja, dat je niet gebeld wordt. Dat is ook lekker. Dat is ook fijn. Hé, hey, en wat ik me ook nog afvroeg, hè, dat appje waar je die flitsers mee kunt zien. Ja, dat haalt natuurlijk een beetje de effectiviteit eronderuit, toch? Ja, ja, nou piept mijn auto bij alle mogelijke gelegenheden. En ja, daar zit dus ergens in mijn auto verstopt een Japanse dwerg. Die een heel eigen kijk heeft op het Nederlandse verkeerssysteem en de gevaren die mij daar bedreigen als automobilist. Hij piept maar raak. Ik weet vaak totaal niet. Er is een punt bijvoorbeeld bij de rondweg van Hilversum en daar piept hij al jaren en ik heb geen idee. Ik ben als een keer wat langzamer langs gereden. Ik heb geen idee wat de oorzaken zijn. Absoluut niet. Wij vroegen ons nog af waarom GroenLinks en de PvdA nog aparte congressen hadden op die ene dag. Ja, dat bleek omdat ze administratieve zaken moesten afhandelen. Precies. Er moest, je ziet die brieven, die leren je toch een hoop. Ja. En ervan uitgaan dat het ook allemaal klopt, maar daar gaan we wel vanuit. Dit was iemand uit Houten. Nou ja, wat ook interessant is dat er tal van brieven zijn die totaal verschillende soorten van inhoud hebben. Denk aan die panelen. Ja. Wie spreekt dan de waarheid inderdaad, ja. Dat is wel een vraag, ja. Ja. Deze zie je toch heel vaak voorbij komen. Wie zie je nou als de opvolger van Mark Rutte? Een huidige politicus. Is die er al? Nee, die is er niet. Hmm. Het probleem met de opvolging van minister-presidenten en ook Amerikaanse presidenten, alle zouden we zeggen echte bazen in de politiek, is natuurlijk dat als er zo iemand is, dan moet dat enkele jaren blijken dat hij daartoe geschikt is. Toen Merkel net aan het bewind kwam, dacht niemand, god, dat is zo'n bekwaam bestuurder, die zal 15, 16 jaar blijven zitten. Nee, sterker nog, in mijn herinnering was er nogal wat te verwachten. Moest dat nou zo? En het was toen nog, namelijk, het scheelde nauwelijks iets. En zo'n hele kwestie wie dan Schreuder moest opvolgen. Of dat Schreuder zelf moest zijn of Merkel. Nee, er blijkt natuurlijk vaak pas na enige tijd of iemand er geschikt voor is. En je hebt dat ook bij in Amerika, waar natuurlijk een heel circus is van voorverkiezingen. Waarbij natuurlijk allerlei mensen zich melden waarvan vaak meteen wordt gezegd dat ze totaal ongeschikt zijn, dat het raadselachtig is dat ze zich gekandideerd hebben. Ik zal zo uitleggen waarom het helemaal nog niet zo gek is om dat te doen. Maar of het ook goede presidenten worden, weet je ongelukkigerwijs pas als ze president zijn geworden. Mm. En sommigen doen het natuurlijk abominabel slecht. Bush junior, Trump. En je hebt erbij die het relatief goed doen. Zeg maar Obama is het relatief goed gedaan. En Biden, nou ja, die blijft zonder verandering blijft hij enorm impopulair. Hij blijft maar hangen op 40% ongeveer. Maar hij heeft geen hele domme grote dingen gedaan. Het is wel stabiel nu, toch, eventjes? Zeker, het is allemaal heel stabiel. En ik ben ervan overtuigd dat hij voor een tweede termijn omgaat. Nou, dan krijg je natuurlijk de hele discussie, kan dat dan wel? Want die man is dan 86 als hij daarmee klaar is. En nou ja, wat ben je nog waard als je 86 bent? Enzovoort. Ja, ik ben daar natuurlijk al heel gauw, voel ik mij daarbij betrokken. Word je dit jaar 80. En als je dan eigenlijk in de krant leest dat zo'n man van 80, laten we wel wezen, een debiel is die ongelukkigwijs nog net kan lopen, maar goed. Volgens mij hoeft dat namelijk helemaal niet zo te zijn. Kissinger is 100 en die laat zich dan over allerlei problemen uit. En je kunt het er wel of niet mee eens zijn. Maar ronduit stom is Kissinger nou ook weer niet. Ook niet nu die, geloof ik, in mei 100 wordt. Ja. Wat trouwens niet betekent dat ik van plan ben om met deze podcast door te gaan tot ik 100. Er zijn ook mensen die zeggen, ga lekker in het bejaardenhuis zitten met de bingo meedoen. De bingo, ja, dat is toch al. Nee, zolang ik lezen kan, dat is toch wel het fijne, dat er eigenlijk altijd onbeperkt leesmateriaal is, van hoge kwaliteit bovendien, want voordat je, laten we zeggen, alle ware beestenwerk hebt tot je hebt genomen, dat is onmogelijk. Het is altijd meer dan je, sowieso is de wereld zo ongekend interessant en fascinerend, dat je hoeft je echt geen moment te vervelen. Ook al dat vooral, nou ja, nee, laat ik daar niet weer op terugkomen.
Al die mensen die zich s'avonds bij de televisie willen ontspannen, zal ik maar zeggen. Met diverse programma's. En dat je denkt, goh, er is zoveel interessants te doen. Kijk wat minder tv. Ja, dat is gek, klinkt uit mijn mond natuurlijk een beetje typisch, maar wat lees, kijk op het internet, wat toch ook in allerlei opzichten een bron is van de meest fascinerende informatie. Ja. Maar de vraag die je gesteld was, wie is nou een goede opvolger van Mark Rutte? Oh ja, sorry, ik ben eens dus afgemaakt. Ja, maar niet uit. Ik heb geen idee. Ja, ik vind Schippers volledig, die schijnt dan nu in de running te zijn om Rutte op te gaan volgen. Al heeft Rutte op geen enkele wijze geïndiceerd dat hij ermee gaat stoppen. En is het mijn theorie, ja, je weet dat ik leef in vrees, dat ik dood ga voordat Rutte vertrokken is. Hè? Dus dat hij eigenlijk gewoon min of meer permanent blijft zitten. Het is natuurlijk voor mijn perspectief een betrekkelijk jonge man. Zo blijft hij zitten tot 2050. Ik vind dat niet verstandig. Hij zou verstandiger moeten zijn. Hè? Al die lui die maar blijven zitten, de Poetins van deze wereld, Erdogan, dat zal heel interessant hebben. We hebben nu binnenkort verkiezingen in Turkije. Ben ik ook wel interessant. Als het niet uitgesteld wordt, ja. Ik weet niet of daar een luik in over is. Nee, ze willen allemaal even doorgaan. Dan ze gaan natuurlijk onvermijdelijkerwijs op roep en bij zichzelf gaan denken dat ze toch beter kunnen dan alle anderen die ze kennen. Rutte ook. Ja, ik denk dat Rutte dat ook denkt. Ja, zonder meer, dat denk ik wel. Dus ja, daar ben ik geen voorstander van. Dat moet regelmatig en moeten wisselingen optreden. Simpelweg om de zaak een beetje levend te houden. Fris bloed, zo gezegd. Maar ik heb geen idee wie dat in Nederland zou kunnen. Je zult zien, uiteindelijk is het iemand waarvan we misschien in eerste instantie zeggen, nou nee, dat lijkt me nou niks. En dat hij dan na een bekende fouten enzovoort. Hè? Neem de Jette. Toen hij net benoemd was als opvolger van Pechtold. Dat hij, toen hij alsmaar hetzelfde boodschap had. Hè? Oh dus ja, bij Frits Wester, ja. Mensen dachten dat hij in zo'n machine was. De robot Rob. Ja, met al heeft die jongen dat heel aardig gedaan, toch? Ja, en een cruciale rol bij de formatie gespeeld. Ik wil me zeggen, niet dat die nou een Rutte op moet volgen of zo. Nee. Dat nou weer niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Het gaat erom dat mensen altijd in het begin denken, mensen, nou, dit kan, wat zeg je me nou, hoe is dit nou toch mogelijk? Ja, ja daar heb je gelijk in. En als ze er dan zitten, dan, je hebt trouwens ook mensen die natuurlijk hopeloos falen. Die de ene blunder op de andere stapelen. Ja, dan duurt het ook meestal niet zo heel lang natuurlijk. Mm. Ja, Jette die werkt zich ook wel een slag in de ronde. Dat onderwerp ligt hem ook wel, hè, waar die minister van is. Ja, kijk, die Jette gaat geen Nobelprijzen winnen. Maar ik wil maar zeggen, in het begin zei ze, nou, dit is echt... Ja, precies. Wat moet hij nou? Mee, wat een onzin is dat nou. Hè? Ja. En die Liesje Schijnemacher, die zit op Buitenlandse Zaken. Hoe vind je dat die het doet? Volg je die een beetje? Ik heb geen idee. Oké, die is ook relatief jong. Ik heb geen idee. En die profileert zich ook wel goed. Het is ook zo'n grote ministersploeg en staatssecretarissenploeg. Ja, dat is waar. Dat ik, meestal wist ik ze wel na enige tijd en zo, wie waar, wat deed. Maar. Ja. En ook hier geldt natuurlijk dat vaak pas later duidelijk wordt of iemand een goede minister was. En dat wordt pas duidelijk als iemand het beleid nauwkeurig gaat bestuderen. Hoe heet hij nou? Kom op. Niet Balkenende, hè? Dat weet ik ook niet. Dat zou ook eens een keer precies uitgezocht moeten worden. Maar Balkenende krijgt nu volgens mij best veel credits. Ik moet je zeggen, ik heb geen Balkenende. Ik heb nooit in de ministerraad gezeten. Dus weet ik veel hoe goed hij het daar wel of niet heeft gedaan. Ik heb Balkenende 2 maal in de daadwerkelijke praktijk van het optreden meegemaakt. Als spreker, hè? Ja, als spreker. En de eerste keer ging het over de presentatie van een boek over Abraham Kuyper. Nou, Balkenende marcheerde naar binnen. Het was wel met zo'n bewaker erbij, dat dan weer wel. En die hield daar, ik moet zeggen, in een kwartiertje een topstukje over Abraham Kuyper. Je begrijpt, daar wist hij wel wat van. Wat toch ook weer, vergeleken bij al die academische sprekers die daarna of daarvoor waren, dat je denkt, nou, hè. Dit is toch een prima toespraakje. Het zit goed in elkaar. Het is niet te lang. Terwijl die academici dan maar stonden te zeveren. Dat je denkt van, ja, kom op jongens, we weten het nou wel zo'n beetje. Ja. Die neig heb ik zelf ook. Maar goed, ik vond Balkenende optreden bij die gelegenheid tip top. To the point.
Vervolgens heb ik hem vrij recent, vorig jaar of zo, of 2 jaar geleden, bij op een congres meegemaakt. Dat heb ik verteld. In het Engels? In het Engels, waarbij ik eerst de zaal had gepeild. Wie verstaat hier geen woord Nederlands? Nou, dat bleek er niet niemand. Dus ik heb het als enige in het Nederlands gedaan. Toen kwam Balkenende, die van alle sprekers het beste Engels sprak. En die een paar tip-top wietsen had over wat hem was overkomen als minister-president. En dat deed hij prima. Ja. Hij komt ook... Het is, je denkt het is een beetje een onhandig type. Precies, dat beeld heb je in je hoofd nog steeds. Ja, dat heb je toch in je hoofd. Maar dat is niet in de realiteit. Is dat niet zo. Die plank waar hij op stond of die bal die hij in dat netje moest gooien, weet ik veel. Hij moest op zijn skateboardje en toen viel die. En dit was allebei de keren, ik kan niet anders zeggen, professioneel prima in orde. Ja, klopt. Hij komt in de realiteit, dan zie je veel meer van hem dan alleen dat de houterige Harry Potter. Nou, hij heeft een beetje een ongelukkige motoriek, dat is absoluut een feit. En hij zet zich nu in, want hij zit ook bij zo'n consultancykantoor, maar hij zet zich ook in voor de Sustainable Development Goals. En hij zegt, ik heb een heel netwerk en daar kan ik in bellen om die duurzaamheidsdoelstelling een beetje op gang te krijgen. Ja, kennelijk doet hij, ik hoop dat hij daar nog iets nuttigs doet. Ja. Ik kan alleen beoordelen, wat doet hij als gelegenheidsspreker? Dat was goed in orde. Ja. En ik kan je verzekeren, ik heb er ondertussen een hoop gezien. En er zijn er massa's bij die misschien ongelooflijk geleerd zijn, maar als spreker niet deugen. Nee. Maar Balkenende moest op een gegeven moment wel weg, want hij was niet meer de grootste, hè? Nederland was al klaar met hem. Hij leed een verpletterende verkiezingsnederlaag. Daarmee is natuurlijk de neergang van het CDA begonnen. Ja, die kiezers die verspreiden zich dan ongelukkigerwijs weer allemaal. Ook al die nieuwe partijtjes, wat hebben we daar geen flikker? We hebben er geen flikker aan. Nee, nee. Ja. En dat is natuurlijk het verschil tussen Balkenende toen en Rutte nu. De VVD doet het nog steeds. Nou, kijk naar de peilingen. Supergoed. Ja, en daarom is natuurlijk de VVD doodsbenauwd om afscheid van Rutte te nemen. Want die denken, dat hangt natuurlijk een beetje met Rutte samen. Ja, Rutte is de wonderboy. Ja, dat denken ze. En dat is niet uitgesloten dat dat zo blijkt te zijn. Ja. Waarom dat zo is, is iets wat mij, wat ik niet goed begrijp. Is die incompetent als minister-president? Absoluut niet. Hij heeft zeker het talent om die wonderlijke Nederlandse coalities op de been te houden. Mijn bezwaar is zijn beleidsmatige opvattingen. Ja, maar misschien denken Nederlanders wel, we hebben het toch goed. En dat hebben we de afgelopen jaren ook gehad. Een heleboel Nederlanders denken natuurlijk volkomen terecht dat ze het goed hebben. Het probleem is nou juist dat die Nederlanders die het niet zo goed hebben, dat die wel een beetje in de kou zijn komen te staan in de afgelopen drie decennia. Ze zijn de minderheid of ze stemmen, ze verenigen zich niet in hun stem. Misschien dat GroenLinks PvdA. Nee, ze stemmen vaak op de PVV, begrijp ik. Ja, daar heb je dus niks aan. Ook vaak mensen die medische problemen hebben stemmen. Ja, die zijn natuurlijk mensen die zich in ongehoord Nederland. En mensen zijn toch. Dat is heel erg jammer dat mensen dus niet stemmen op partijen. Vaak ook wel weer begrijpelijk dat ze zeggen, wordt weinig voor ons gedaan. Ja. Maar heb je dan nog wel een advies voor die mensen van wat zij zouden kunnen doen? Bij Provinciale Staten? Ja. Ik zou zeggen, in wat voor provincie woont u eigenlijk? Wat zijn de hot topics, om het even in het Nederlands te zeggen, in uw provincie? Kijk eens wat de opstelling van de partijen ter zake is. En dan kunt u een min of meer redelijke stem uitbrengen. Ja. Nog misschien één lichtpuntje uit datzelfde enquête dingetje. Forum voor Democratie, helemaal weg. Hè? Dat was 4 jaar geleden de grote winnaar uit de uil. Ja, maar dat is natuurlijk vind ik dat fijn dat ze volledig verrafeld zijn. Dat spreekt voor zich. Maar het is ook wel een hele ongelukkige indicatie van electorale processen in Nederland. Dat zo'n partij als de FVD... bij de vorige gelegenheid is in één klap de grootste partij in Nederland wordt, dat is toch door en door betreurenswaardig. Dat ook door de kiezers kennelijk als een kapitale vergissing wordt gezien, is in zekere zin ook betreurenswaardig. Wat is dit nou voor kiesgedrag? Dat is toch debiel gedrag, dat kun je toch niet anders zeggen. Ja. Dat is misschien ook een waarschuwing voor de BBB. Want je ziet nu hetzelfde eigenlijk gebeuren met de BBB. Daar gaat natuurlijk precies hetzelfde gebeuren. En namelijk dat die partijen natuurlijk allerlei lui aantrekken. Weet je, 12 ambachten, 13 ongelukken. Dat heb ik toch wel eens verteld over die... Toen bij de afloop van die Provinciale Statenverkiezingen bij de laatste gelegenheid, toen de FVD de grootste partij was. Toen werd op diezelfde avond nog de fractie...
die in het Flevoland de grootste partij was geworden, de FVD. En een stuk of een paar bedremmelde personen van middelbare leeftijd, die werd gevraagd. Nou ja, wat gaan jullie doen? Wat is de... Geen van die lui had ook maar het vaagste idee wat ze moesten doen, waar het over ging. Wat de zaken waren die de provincie regadeerde. Het was echt dat je denkt, hoe is dit nou toch mogelijk dat hij dit bedremmelde, verregende groepje, dat hij dus voor enige tijd de grootste fractie, Flevopolver was het als ik het me goed herinner. Dat je denkt, wat is dit nou voor diepe, diepe treurigheid. En iedere partij denkt natuurlijk, nieuwe partij, deze fout maken wij niet. Maar de BBB zal het ook moeilijk mee hebben. Ja, omdat je toch een hoop mensen aan moet trekken die ja, daadwerkelijk en toch even op een lijst moeten staan. Ja. Caroline, daar is dus niks van overgebleven van de FVD. Caroline zal het niet zelf heel veel kunnen gaan doen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Even kijken, hier was nog iemand die zei van ja... Jij vertelde dat je dus door de Duitse en Amerikaanse politie tijdens het wandelen... Ja, dat ik aangehouden. Niet. Het was een, ik was niet aangehouden. Ik was staande gehouden. Klopt. Was de beschrijven. Dat leek mij toch inderdaad een totaal anders dan hè, dat je dus staande gehouden wordt. Dan zeg je, wat gezellig, ik ben staande gehouden. We hebben een reep chocola uitgewisseld en elkaar gezoend op beide wangen. En maar goed, toen hebben na het staande houden ben ik weer doorgelopen. Nee, ik werd natuurlijk beide malen toch ja, lichtelijk achterdochtig bejegend door twee agenten. Die speciaal daarvoor uit hun auto waren geklommen. Hij zegt ook, als je bent aangehouden, dan word je echt met je handjes op de rug meegenomen naar het politiebureau. Nou, dat is in mijn geval niet gebeurd. Maar de bejegening was ook weer niet, zoals ik net komisch suggereerde, van een ongekende gezelligheid. Nee. En nog eventjes één ding over, jij zei net Merkel, Scholz, die is nu, of die was op een, die had een toespraak gehouden en daar had hij in het Engels had hij ook de Oekraïne gezegd. Oh jee, wat en, verschrikkelijk. En schijnbaar was dat schreef iemand ook een enorme belediging, omdat dat ligt heel gevoelig in Oekraïne. Dus dat was een hele grote fout, zei Scholz. Ja, ik zou zeggen, niet al te gevoelig zijn daar in de Oekraïne. In de Oekraïne. Wat doet het ertoe? Kom op. Wat een lulkoek ook weer. Kom op, je moet ook niet daarom treiter ik ook al die provincies. De mensen vragen zich ook af, waarom zeg je al die flauwe dingen over Limburg? Ja, omdat je weet dat ze het zich aantrekken daar. Dan wordt het extra lollig om er iets over te zeggen natuurlijk. Misschien gaan ze reageren. Misschien kun je gewoon in de hele rest van Nederland, is dat minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de Randstad echt een beetje kinderachtig. Geen mens verhindert je overigens om te verhuizen naar de Randstad als je daar puffen hebt. En vice versa. Ja, en vice versa, precies. Ja. Maar je hebt wel gezegd, het is een superregio, zei je eerder, de Randstad. Natuurlijk is het zo, sinds Mensenheuvel is. Holland. Ja. Holland. De Nederlandse Republiek was voornamelijk Holland. Ja, ook een beetje Zeeland en een klein beetje Utrecht en zo, maar in principe ging het om Holland. Ja. Hier inderdaad Bart Monen, die zegt, Maarten, wat is dat toch met Limburg, refererend aan je opmerking. Over het plaatsen van dat hek ben ik wel heel benieuwd hoe je dat sentiment ten opzichte van Limburg historisch duidt. En of we nog ooit van dat sentiment afkomen. Ja. Ik heb een heel belangrijk voorstel heb ik ter zake ontwikkeld, ook in verband met de Provinciale Statenverkiezingen. Dat namelijk alle provincies apart een eigen hek gaan zetten. Oh, dat zou gezellig worden. Dus een hek om Friesland, een hek om Groningen. Dat je ook als provincie kunt... Je hebt gezien dat de Provinciale Statenverkiezingen nu ook over het migratiethema gaan. Overal over, ja. Dus ik zeg, zet nou om elke provincie een apart hek. Zodat de provincie apart kan besluiten of ze erin mogen, ja of nee. Ja. Echt grote, hele grote, akelige hekken met elektriciteit erop. Dat lijkt me echt een geweldig idee. Als Geert Wilders nou wint, dan denk ik dat hij dit gaat doen. Geert hoopt dat hij net zoveel trekt dat hij nog min of meer serieus wordt genomen. Ja, ja. Maar Geert hoopt vooral dat hij niet mee hoeft te regeren. Omdat natuurlijk zijn hele casus, om het even zo te noemen, natuurlijk in diggelen valt als hij moet gaan regeren. Al die onbeschrijfelijke lulkoek die hij uit is gekraamd over de afgelopen jaren, die
zal dus bij meeregeren onmiddellijk onthuld worden als afgrijzelijke lulkoek. Alexis luistert altijd in de sportschool. Stel me dan voor, jij hebt je gewoon een koptelefoon op en zit je te luisteren naar ons. En ze zegt terecht van, ik neem aan tenminste dat het een zij is. Sander Schimmelpennink, die heeft dat boek geschreven met die boodschap. Daar heb jij het eerder heel kort over gehad, maar je bent daar niet meer op teruggekomen. Of je daar nog een keer iets over wil zeggen? We hebben iets gezegd over die ton die iedereen zou krijgen als die, wat was het ook weer, 18 werd of 21 ja, of 22. Ik heb even gemist waarom hij dat boek geschreven heeft. Dat is om de kansengelijkheid toch te bevorderen. Ja, daar ben ik een warm voorstander van. Alleen vond ik in ieder geval die ton, dat ton voorstel, dat vond ik niet zo verschrikkelijk verstandig. Dat had 5 voorstellen volgens mij, hè, of zoiets. Ja. Mijn indruk was dat het allemaal enorm radicaal was en dat je als je de gelijkheid wil bevorderen, dat je dat dan moet doen met maatregelen die stap voor stap genomen worden en die stap voor stap ook democratisch gelegitimeerd moeten worden. Dat je niet ineens kan zeggen, oh, we gaan een enorme dreun uitdelen en dan gaat dat gebeuren. Daar komt nog bij dat de gelijkheid in Nederland, kijk, de vermogensongelijkheid is in Nederland gigantisch groot. Dat is in praktisch alle welvarende landen zoals Nederland, is dat het geval. En je kunt natuurlijk zeggen, dat gaan we aanpakken. Die vermogensongelijkheid, dan weet je precies wat er gebeurt. Kijk, ten eerste zijn een groot deel van die vermogens zijn al elders ondergebracht waar je er niet bij kan. De Cayman-eilanden, weet ik veel. Je hebt dat toen met die Engelsen gezien, weet je wel, waar dat niet de Panama Papers. Het was een beetje de hele Engelse elite, bleek zijn handel daar aan het Caraïbisch gebied belegd te hebben. Kijk, als hij voorstelt, of als voorgesteld wordt, om dat hele Caraïbische gebied, al die klote eilandjes daar te bezetten, niet waar door speciale fiscale troepen, dan ben ik er een warm voorstander van. Maar als je dat dus niet doet, er is al gigantische kapitaalvlucht natuurlijk. En wat dacht je van Cyprus-constructies? We hebben ook in Nederland toch tal van mensen gezien die met dit soort van handelwijze aan de fiscus ontsnappen. Dus ja, je kunt wel zeggen dat moet minder en anders, maar dat gaat gewoon niet gebeuren om een eenvoudige reden. Dat je dat primair Europa-wijd moet aanpakken, anders heeft het al helemaal geen zin. En eigenlijk mondiaal, dat is het probleem, dat groot geld is een mondiale zaak, is niet Nederlands of zo, of zelfs niet West-Europees. Nee, groot geld is een mondiale zaak. Kijk naar al die miljarden vermogens en hoe die ondergebracht zijn en hoe die gerund worden. Daar zijn weer speciale firma's voor die voor jou je miljardenvermogen kunnen runnen. Bovendien, als het gaat om inkomensongelijkheid, is die in Nederland in de afgelopen decennia niet toegenomen. Die is bruto wel toegenomen, maar die is netto niet toegenomen. Omdat de Nederlandse overheid daarin, in de egalisering, wel degelijk een rol van betekenis speelt. Je zou kunnen argumenteren, het kan nog wel wat beter. En met name natuurlijk is al jaren is een wens op fiscaal gebied, dus dat werken minder belast wordt en dat inkomen wat zonder werk verkregen wordt, dat zwaarder belast zal worden. Waar iedereen denkt een voorstander van is, maar ja, waarschijnlijk kunnen de computers van de Belastingdienst dat niet aan, want die kunnen, voor zover ik het kan nagaan, helemaal niets aan, dus ook dit probleem niet. Dus op zichzelf vind ik het streven is prijzenswaardig, zonder meer. Maar voor zover wat ik ervan gezien heb, maar ik zou het hele boek natuurlijk serieus moeten lezen om werkelijk tot een oordeel te komen. Maar ik vond die ton, dat klinkt natuurlijk lollig. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Wat was precies de afspraak met die ton die hij wilde maken? Nee, dat elke Nederlander een ton kreeg, dan ben ik vergeten op welke leeftijd. Of 18 was of 21, dat weet ik niet meer. Maar het leek me een beetje een gek idee. Ik heb mezelf toen als voorbeeld gegeven. Ik ben helemaal geen miljonair of zoiets dergelijks. Maar het zou belachelijk zijn geweest dat mijn beide kinderen een ton hadden gekregen. Die hadden ze helemaal niet nodig. Want wat moesten ze daar dan mee gaan doen? Nou, hun toekomst organiseren. Studies betalen, naar het buitenland, investeren in kleine bedrijfjes, weet ik veel. Wat je al zo met een ton kunt doen. Ja. Vind je dat wel leuk? Iets duurder huis kopen, ja. Onmiddellijk zei je de mensen uit de onroerend goedsector, waar gaat die ton heen? Die gaat naar de autonome stijging van huizenprijzen. Zodra het bekend wordt dat iedereen in Nederland een ton erbij krijgt, worden alle huizen ook een ton duurder.
Dus je vond het initiatief, als ik je goed begrijp, sympathiek. Ja, maar initiatief sta ik volledig achter. Je moet enorm uitkijken dat je in ons type van samenleving, dat de inkomens of de welvaartsverschillen, laat ik het zo zeggen, dat de welvaartsverschillen niet te sterk toenemen. Die zijn er natuurlijk toch al. Ik was wel geschrokken van het feit dat met die gestegen energieprijzen een miljoen huishoudens in een probleem raakten. Ja. Nou, geen kattenpis. Nee. Die leven dus kennelijk toch op de rand van, nou ja, het hoeft maar iets te verschuiven en ze hebben een probleem. Maar daar heeft de overheid snel, of niet snel, maar ze hebben wel uiteindelijk hebben ze daar iets gedaan. Zeker, hebben de overheid iets gedaan. Ja. Ja, dus we hebben toch dat boekje van besproken van, met ons gaat het nog steeds goed. Ja, van Mulligen. Ja. De chef-econoom van het CBS. En dat is een bijzonder aardig boekje, kan ik anders zeggen. Ja. Dat is keurig statistisch geordend. En daar heb ik mijn wijsheid uit dat die bruto ongelijkheid wel iets is toegenomen. Maar dat die netto ongelijkheid door alle fiscale en sociale maatregelen niet is toegenomen. Ja. Dus van Schimmelpennink, goed idee. Maar althans het boek leuk, maar de voorstellen een beetje onrealistisch om uit te voeren. Zeker, dat was mijn indruk. Ja. Maar ik geef toe, ik heb het boek niet gelezen. Vind jij hem een goede columnist? Ik lees de Volkskrant niet, zoals je weet. Hmm. Maar vind je hem een leuke mediapersoonlijkheid? Ja. Ja, een verstandige jongen. Ja, hij heeft de slimste mens gewonnen. Dus wat moet ook ik al. Daar... Kijk. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Bram Krik al gehad. Ja. Die heeft niet gewonnen, hè? Krik heeft niet gewonnen, maar die was een goede kandidaat. Ja. Nou ja, en hoe heet het? Schimmelpennink heeft gewonnen. Bovendien won die van de hoofdredacteur van de Telegraaf. Wat natuurlijk wel een vrij komische gebeurtenis was. Dat was Schimmelpennink was toen hoofdredacteur van de Quote. Kijk, dat was niet Jules Paradijs, hè, toen? Nee. Dat was... hij gaat nu weg, Paul. Ja, met die bril. Ik weet wie je bedoelt, ja. Ja. Oké, tot zover deze show. Mocht je voor de eerste keer luisteren en het leuk vinden, abonneer je eventjes. Dat doe je door op het plusje te klikken of op volgen. Het wijst zich eigenlijk allemaal vanzelf. Krijg je automatisch een update bij een nieuwe aflevering. Je kunt Maarten en mij ook volgen op de socials, bijvoorbeeld op Instagram. Linkjes staan in de show notes, net als het linkje naar de kaartjespagina voor de live podcast. Dinsdag aanstaande in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wat een lulkoek ook weer. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Devil. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.